Het is vandaag 1 november 2015. In het lokaal gedeelte praten wij natuurlijk over de verschillende takken van sport die we in de afgelopen week hebben gehad en ook dit weekend. Als ik alleen maar denk aan de South American 10 kilometer Road Classic Race, georganiseerd door de Surinaamse Atletiekbond. Ook nog de SPB-bekercompetitie die voortgezet werd met de wedstrijd PVV Robin Hood onder andere. We hebben ook zaalvoetbalwedstrijden gehad, als ik alleen maar denk aan Mengao Kabelboys en Styx Internationaal. En in het laatste gedeelte zullen we ook even gaan praten over de aankomende Savannah Rally die van 6 tot 8 november zal zijn. In het buitenlands sportnieuws, zoals je weet, de verschillende competities die we belichten. Premier League, La Liga en ook nog de Eredivisie. Maar niet vergeten natuurlijk wat er allemaal gebeurd is dit weekend als het gaat om het herdenken of het beleven van Biggie Jari, zoals men het zo mag zeggen. Want afgelopen vrijdag werd Diego Armando Maradona 55 jaar oud. Dit alles en als we tijd hebben nog veel meer in deze episode van QN Studio Sport. Zo aanstonds na de commerciële verplichtingen ben ik terug met Wietram Kilauwen, want met hem doe ik het terugblik op de gespeelde wedstrijden. Tot zo. Welkom terug en we starten dan met het lokaal gedeelte. Droevig nieuws natuurlijk, omdat de SARC geconfronteerd werd en ook menig Surinamer met het heengaan van Franklin McDonald. Nou, wie was hij? Hij was een guru binnen de Surinaamse Auto Rally Club. We wijzen u even wat fotocollages van Franklin McDonald. En zoals ik u zei, terwijl de SARC Auto Rally Club Suriname zich voorbereidt op de Savannah Rally 2015, die van start gaat op 6 november op het Onafhankelijkheidsplein, bereikt hen het droevige nieuws dat een van hun rallygoeroes is heen gegaan. Het gaat om deze Franklin McDonald, die u in beeld ziet, samen met kippen Gerard Brunings. Hij was meer bekend als Frank en hij was al 2 jaar ziek. Als rallyrijder van het eerste uur en trouw SARC-lid reed hij eerst met Jimmy Douglas, daarna met Ernie Brunings en nadien overleden met Gerard Kippe Brunings, met wie hij in 2001 en in 2006 de Savannah Rally won. Ook verschillende rallies heeft Frank mede mogen uitzetten. Frank was al ruim 2 jaar ziek en werd 69 jaar oud. In leven was hij jarenlang de directeur van NV Surmac. Frank McDonald heeft een zodanige staat van dienst dat het bestuur heeft besloten de komende rally aan hem op te dragen. De rally heeft de naam gekregen Savannah Rally 2015, a tribute to Frank McDonald. En zo ziet u dan de laatste beelden van Frank in de uitzending. En wij wensen de SARC, de Surinaamse Auto Rally Club, heel veel sterkte toe. En Frank is gisteren ten grave gedragen. Wij continueren dan met het verdere lokaal gedeelte en zoals ik het zei, we hebben een race gehad gisteren en het ging om de South American 10 Kilometers Road Classic Race, georganiseerd door de Surinaamse Atletiekbond. We brengen even terug naar wat foto's die geschoten zijn en dan maak ik de winnaars bekend. De Guyanezen die hebben het weer getoond dat ze beter zijn als het gaat om deze race. Tijdens de 10 kilometer Road Classic is het bij zowel de dames als bij de heren aan vertegenwoordigers van Guyana gelukt om in het algemeen klassement als eerste over de finish te gaan. Zo ziet u in beeld de nummer 1, 2 en 3. Bij de heren is het aan de winnaar van het afgelopen jaar, Cleven Floort, met een tijd van 31:57, gelukt om zijn titel te prolongeren, waarbij de dames Eileen Tenner als eerste over de finish ging met een tijd van 39:55. Voor deze 43-jarige atleten is het vanaf 2006 weer de eerste keer dat zij deelneemt aan de 10 kilometer. Voor wat Suriname betreft is het bij de dames aan de SNL-atleten Ilsida Tomere gelukt om als eerste over de finish te gaan. En dat deed ze met een tijd van 45:46. Verder kan ik u vertellen dat ook nog de nummer 2's en de nummer 3's bekend werden gemaakt. Nummer 2 werd de Guyanese Andrea Foster en de nummer 3 de Nederlandse Caroline Marlet met een looptijd van 43:21. Bij de heren ging het naar de Jamaicaan Rupert Green en ook hij liep een tijd van 32:14. Nou, dan heeft u ze dus in beeld gezien. Deze loop was dus gisteren en het is georganiseerd door de Surinaamse Atletiekbond. Wat we hebben gehad is
ook nog de voortzetting van de bekercompetitie van de Surinaamse Voetbalbond. En dan heet ik van harte welkom mijn deskundige vanavond, Wiet Ramkilaan. Wiet, goedenavond. Goedenavond, Katushka. Goedenavond, kijkers. Goed weekend tot nu toe gehad? Ja, prima. Ja, goed zo. Het rood staat je heel mooi, by the way. Dank je. We gaan naar het Asset Stadion, want daar is er gevoetbald afgelopen vrijdagavond. En de wedstrijd die ging tussen PVV en Robin Hood. Nou, om te beginnen met deze wedstrijd. Het zou om 8:00 moeten beginnen. Het begon niet om 8:00, 10 minuten later. Dit omdat de doelnetten volgens de arbiters gaten hadden die ze met tie wraps moesten gaan binnen. En dat deden de arbiters zelf. En vandaar dat deze wedstrijd met 10 minuten vertraagd gespeeld werd. Nou, we beginnen met Robin Hood, gekleed in rood, groen, wit en PVV blauw. Zowel PVV als Robin Hood hebben al eerder een wedstrijd gespeeld als het gaat om de bekercompetitie. Dit is dus hun tweede ontmoeting. De eerste ontmoeting verloor PVV van Flamengo, afkomstig uit Leliedorp. En Robin Hood daarentegen wist al in hun eerste ontmoeting winst te boeken van Excelsior 2-0. Om over deze wedstrijd te beginnen, een redelijk gevuld Asset Stadion heeft Robin Hood vrijdag bij de voortzetting van de bekercompetitie met 5-0 gewonnen van PVV. Let wel mensen, 5-0. En deze 5 doelpunten vielen al in de eerste helft. De tweede helft was gewoon matig. Ik denk dat beide al een beetje op waren. Terwijl eigenlijk PVV dacht ze gaan kans maken om misschien terug te kunnen komen. Maar dat gebeurde niet. U zag daar net in beeld de stand 3-0. En dat wil zeggen dat we nog in de eerste helft zitten. Want de ruststand was tevens ook de eindstand geworden, hoor mensen. Het is 5-0 geweest. De doelpuntenmakers aan de zijde van Robin Hood zijn Mitchell Kisor geweest. Hij heeft 2 keren weten te scoren. En de 3 andere doelpunten, afkomstig van Robin Hood, zijn gescoord door niemand anders dan Roxy Ver. Dat heeft hij dus 3 maal gedaan. Zo ziet u de rust, 0-5. En zoals ik het eerder aangaf, in de tweede helft dacht PVV, weet je wat, we komen sterker terug. Want Robin Hood vertoonde al een beetje misschien vermoeidheid. Maar het is helemaal niet gelukt. Hermetisch werd het doel afgesloten. Als je kijkt naar het beeldmateriaal, Wiet, dan zie je dat de ruststand 0 is voor PVV. Eindstand 5 voor Robin Hood. En dan denk je bij jezelf, is PVV opgewassen tegen Robin Hood, zo'n ervaren team? Ja, je ziet dat Robin Hood met een heel jong ploeg de stap naar de hoofdklasse heeft gemaakt. Ik moet zeggen, iedereen zat even te denken hoe ze zich gaan handhaven met dezelfde nieuwe groep, ook naar de hoofdklasse. Ik moet zeggen dat dat jaartje in de eerste klasse voor Robin Hood heel goed is geweest. En ze hebben kunnen in alle rust kunnen werken aan de opbouw met de jonge jongens. Ze zijn een nieuwe weg ingeslagen. En dat zorgt voor stabiliteit en continuïteit. En het is het tweede jaar dat ze samen met deze groep gaan zitten. En ze hebben een visitekaartje hier en perfect afgegeven. Dus dat geeft ook aan dat de verwachtingen voor Robin Hood dit komend voetbaljaar gaan hoog zullen zijn. En met deze jonge groep, met onder een directe leiding van een Ver dan een en als de absolute verdette, denken we dat de jongens eromheen en de ploeg zal sowieso omvergebouwd worden. Denk ik dat ze hoge ogen zullen gooien. Ja. Tenminste in de top heel wat en de ploegen problemen zullen bezorgen. Ja. Amit Binda, onze reporter, die was in het Asset Stadion en sprak met de coach van PVV. En dat is André Ankossi. Laat ons luisteren wat die te zeggen had over de wedstrijd. Coach André, PVV wint vandaag ook niet van Robin Hood. Waaraan heeft dit gelegen? Met betrekking tot die wedstrijd hebben we een slechte eerste helft gespeeld. Robin Hood heeft ons op een heel slimme wijze overrompeld. Het is zo dat we ons gefocust hadden op hun speelwijze, maar ze hebben vandaag een andere speelwijze toegepast. Hoe moeilijk is het om als coach zo verrast te worden met het spel van Robin Hood waarop je helemaal niet hebt gerekend? Kijk, Robin Hood is een goed gefundeerde ploeg. Het is een ploeg die jaren bij elkaar zit. Begrijpt u? Heel jonge jongens, heel snelle jongens. Ze hebben een heel goede organisatie. Dus wanneer je gaat spelen tegen Robin Hood, moet je weten dat je keihard er aan tegen moet gaan. We hebben geslabbigd
het eerste helft. Maar de tweede helft heeft hij gezien dat we wel beter kunnen. Tweede helft heeft u gezien dat we wel beter kunnen, maar je kan het beter doen, maar je scoort niet. Dan, het was ook al 5-0 en de ploeg, onbewust dan gaat de hele, het mentale knaag eraan. Je speelt wel, maar de drang om die 5-0 te overbruggen, je geeft het op. Ja, en op een gegeven moment lijkt het inderdaad onmogelijk dat je van zo'n achterstand terugkomt. Hoe reëel is het? We weten dat het niet onmogelijk is, maar hoe reëel is het geweest voor PVV om toch nog in die tweede helft te denken van we moeten en we gaan terugkomen? Ja, haast niet. Het is een mentale weerbaarheid die eigenlijk gepusht wordt. Moet worden door de coach en ieder moet geloven en dat is bijna een onmetelijke zaak. Ja. Nou, Dwight Renfrum is de coach van Robin Hood en laten we eens even luisteren naar wat hij te zeggen heeft, want ontevreden was hij zeer zeker niet. Coach Dwight Renfrum, Robin Hood wint vandaag met ruime cijfers. Is dit je fysieke kaartje dat je afgeeft aan deze klasse? We willen eigenlijk sowieso het beste van maken. We hebben de jongens met opdrachten op het veld gestuurd en een van die opdrachten was dat we na die ballen veroverd hebben van de tegenstander, we middels een hele goed combinatiespel de aanval proberen op te zoeken en vandaar de kansen te creëren om tot scoren te komen en het is aardig gelukt. Ja. Je hebt een aantal nieuwe spelers gekocht dit seizoen. Mm-hmm. Wat is er gebeurd met de spelers waarmee je bent gepromoveerd? Nou, een van de grootste groep is gebleven, maar waren we sowieso ook een paar oudere spelers die zouden hun carrière zouden afsluiten en eigenlijk het team is eigenlijk zo goed als mogelijk intact gebleven. Je hebt 4 wissels gepleegd, maar het tempo was echt gedropt. Was je tevreden met de 5-0? Ja, we zijn tevreden met de 5-0. Als je bekijkt dat we heel makkelijk achter de verdediging van de tegenstander kwamen. We hebben 5 erin kunnen tikken. De competitie is nog niet gestart. We hebben nog 1 wedstrijd in de eerste ronde. Dus men kan nog veel meer verwachten van Rabinu. Dat is een positieve coach. En daar heeft hij het ook gehad over een stukje visitekaart afgeven. 5-0 in de rust ingaan. En heel rustig de tweede helft eigenlijk afmaken, hè? Is dat? Ja, dat klopt. Je hoeft geen kracht meer te verspillen. En dat komt automatisch. Als het al 5-0 is, dan is het moeilijk om de jongens geconcentreerd op het tempo te blijven houden. En taken, mensen gaan taken verzaken. En het heeft, eigenlijk is het ook niet nodig om je krachten onnodig te verspillen. En dan speel je een beetje, speel je de wedstrijd uit. En dat hebben ze prachtig gedaan. Ja. En dat heeft u dus gezien in de bekercompetitie, de wedstrijd PVV Robin Hood, waarbij Robin Hood won met 5-0. We continueren met voetbal, maar dan zaalvoetbal. Ik zei het al eerder, Mengao Kabel Boys en Stix Internationaal zijn 2 wedstrijden die donderdag gespeeld zijn. We blikken alvast terug naar de eerste wedstrijd. Die ging tussen Mengao en Kabel Boys, waarbij Mengao won met 3-1. Wietje was ook aanwezig. Je bevinding over deze wedstrijd. Ik heb me laten vertellen dat er toch wel heel wat agressieve momenten waren. Ja, het was een mooie wedstrijd overal. En, hier en daar, de belangen zijn hoog. Kabel Boys zit eigenlijk randje kantje om en, de play-off wel of niet te halen. Dus de belangen bij hun zijn enorm. En, bij Mengao, die zijn verzekerd van de play-off en proberen hun koppositie veilig te stellen. En het was een prachtige wedstrijd en, waarbij Mengao heel volwassen en tactisch een heel geweldige wedstrijd heeft gespeeld. En, de jongens van Kabel Boys zijn met heel wat jongens die in de Masters in Nederland, het Masters Street voetbal spelen. En denk aan Vanenburg en Stolk. En, maar het heeft niet mogen baten. En Mengao heeft tactisch de wedstrijd geweldig gespeeld en Kabel Boys klop gegeven en verdiend ook. 15e minuut was het van Jelino Sastromejo die wist te scoren. Irvin Wisse van Kabel Boys scoorde ook. Giovanni Waal van Mengao. En ook nog eens een keer in de 38e minuut was het Giovanni Waal die voor Mengao scoorde. Er viel een rode kaart in deze wedstrijd. Gary Sorjuk die kreeg die kaart, een directe rode kaart, terecht. Mijn zin is niet. Hij was nog niet de laatste man. Hij probeerde eigenlijk een tactische of een heel slimme vrije trap te maken. Mm-hmm. En, maar de eerste arbiter had hem geel gegeven, maar op aandringen van
de tafel en de tweede coach werd die rood gekleurd. En later in de wedstrijd zien wij een soortgelijke situatie waarbij Obrendo als laatste man de aanvaller onderuit haalt. Mm-hmm. En hij wordt juist omgekeerd geel gekleurd en niet rood gekleurd. Ja. Maar ja, dat blijven soms dwalingen van de arbiter en dan moet je ermee leven. Ja, we hebben genoteerd Ronnie Aluma en Silva Jonathan van Mingau die twee gele kaarten kregen aan die zijde. En gele kaarten die vielen aan de zijde van de Kabelboys waren voor Alfredo Fonkel, Orbrendo Huiswoud, Jermin Vallei en Irvin Wisse. Dit is dan de eindstand in deze ontmoeting. 3-1 is het geworden en dat was dus de wedstrijd die ging tussen Mingau en Kabelboys. En zoals Wiet het zei, de koppositie willen ze niet uit handen geven. Hoe zullen de play-offs, tenminste, kan jij al een, ik zal je niet vragen om een voorspelling te doen, zeker niet. Maar de top 3, dat wordt toch wel een spannende top 3. Ja, ik denk dat 1-2 min of meer al bekend zijn. Het gaat tussen Styx en Mingau. En die spelen dan de eerste finales. Mm-hmm. De 3 en 4, daar wordt het dringen. Omdat naast Internationaal en Kabelboys en ook Pentagon en Lions flink aan de deur tikken. Mm-hmm. En er zijn nog 2 of 3 spelrondes te gaan waarbij de ploegen tegen elkaar gaan uitspelen. Dus in elke wedstrijd waar je nu fouten maakt of punten laat liggen, komt je duur te staan. Mm-hmm. En dan loopt de andere ploeg over je heen. Dus in de komende wedstrijden zijn spannend. Je zag het al, dit was pas het begin. Mm-hmm. Dus elke speeldag nu wordt enorm spannend. Wil zeggen dat naarmate de tijd vordert en je dichter bij de play-offs komt en de finalisten bekendgemaakt worden, dat de wedstrijden ook harder gespeeld worden? Niet harder, maar intensiever. En, men speelt niet alleen om tactische redenen, maar met het hart ook nog. Er wordt veel in bodycontact soms gegeven, omdat de wil om te winnen nu hoog is. Iedereen wil de play-off halen. We zien hoe spannend en aantrekkelijk de play-offs zijn. Het is een entourage van je welste. Dus elke ploeg wil daar thuis horen. De tweede wedstrijd die we hebben voor de avond is geweest Styx tegen FC Internationaal, een gelijkspel 2-2. We kijken naar de beelden. Nou, hier heb je dan ook, we hebben het gehad over druk. In de 10 minuten was het Irvin Remak van Styx die scoorde. De 30e Wahid Finisi van Internationaal. Irvin Remak wederom met het doelpunt voor Styx. En Ivanildo Misijan van Internationaal. Ik zei het al, een wedstrijd die eindigde 2-2. Gele kaarten vielen er ook. En dat wel voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gele kaarten in totaal. Dat is toch wel veel. Wiet? Ja, dat is veel. Net als wat ik je zei. Deze wedstrijden zijn finales voor ploegen als Internationaal en Kabelboys en Pentagon en Lions straks in de overige wedstrijden. En men geeft alles, men neemt risico's en bij het risico als er gaten openstaan, dan moet je aan de noodrem trekken. Ja. En bepaalde spelers trekken eraan en dan ten koste van kaarten. Dus dat heb je. Er wordt met veel risico nu gespeeld. Hoe staat Internationaal tegenover de play-offs? Internationaal heeft een heel goede ploeg en zeker een potentie om de play-offs te halen. Maar net als wat ik je zei, focus en balans in de ploegen, lopen om je vrij te maken zonder de verdediging te verwaarlozen. Zijn aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. Je ziet het af en toe wordt aan de noodrem getrokken om geen tegendoelpunt te incasseren. Ze hebben de mogelijkheid om de play-offs te halen, maar dan moeten ze ook geen fouten maken. Hier hebben ze een punt kunnen snoepen van de koploper, dus dat is een pluspuntje voor ze. En daarna hebben ze nog Mingau en een regelrechte confrontatie met Lions, de directe concurrent. Het blijft al met al heel enerverend. Als het gaat om zaalvoetballen, hè? Jaar in jaar uit zien we het, dat naarmate de play-offs naderen, je een ander soort voetbal vindt in de hal. Keihard voetbal. Dat klopt. Het stijgt naar een climax. Je ziet het nu al. Je ziet ook dat heel wat van de ploegen buitenlandse spelers binnenbrengen. En dicht bij de play-off om alvast in te lopen in het systeem. Styx heeft de Brazilianen, ook Mingau heeft wat Brazilianen binnengebracht.
een kabelboys brengt wat Nederlanders binnen. Het is allemaal goed voor het voetbal. Deze jongens trekken de rest van het voetbal op. En natuurlijk voor het publiek, die is de neutrale winnaar natuurlijk. Die geniet van top voetbal straks. Netjes. Piet, bedankt voor dit moment. Zometeen in de Buitenlandse Sportnieuws. Dan zien we je terug met heel wat deskundigheid. We gaan over naar wat uitslagen, want wederom is er gespeeld vandaag. We hebben wat uitslagen voor u. En dan kijken we alvast naar de eerste klasse. Nou, dan ziet u in beeld de eerste klasse gespeeld vandaag, 1 november 2015. SV De Vuist tegen de Lions 2. Een wedstrijd die eindigde in 7-8. FC Internationaal tegen ZV Palu 6-2. Dan heb je Scorpio tegen ZV Zwaluw 96-07. En een hoge score zien we bij Rising Stars tegen SV Orkaan. Let wel, deze wedstrijden zijn vandaag gespeeld. En het betreft dus de eerste klasse en de uitslagen daarvan. Verder hebben we ook nog de tweede klasse. In beeld nu ZV Nationaal tegen FC Pro 5-2. SV Kabelboys tegen MVNV United 6-2. All-Stars tegen Pentagon 2 werd 3-6. En dan hebben we nog de hoofdklassen voor u, want die zijn momenteel gaande. Bepaalde zijn al afgewerkt. Kabelboys tegen Pentagon is zojuist bekendgemaakt dat het een stand werd van 7-5 met nog enkele speelminuten te gaan. Dus voor het eindresultaat krijg ik, als alles goed zit, nog aan het eind van dit programma. Maar dan weet u tenminste wat de tussenstand is. En Stix tegen Mengao krijgt u zo meteen in de hal. Dus als u nog op tijd bent, zou ik u adviseren om naar deze hele spannende wedstrijd te gaan kijken. Nou, dan hebben we het programma over zich. Dat is dus voor donderdag 5 november. Als we dat in beeld krijgen, het programmaoverzicht, dat is het juiste. Anthony Nessie Sporthal is de locatie. Het gaat om de tweede, de eerste en de hoofdklasse. Om 6 uur ontspannen tegen FC Blend. Eerste klasse, dan heb je die om 7 uur. SV De Vuist tegen Z en Interbom. En de hoofdklasse, die begint om 8 uur 's avonds Giants Lente Boys. En om 9 uur de Lions tegen FC Internationaal. En zoals Wiet het zojuist zei, Internationaal mag geen punten laten liggen. Trouwens, geen enkele ploeg in de hoofdklasse willen ze de play-offs bereiken. Nou, inmiddels aangeschoven 2 gasten. Dave Boetius en de mensen van de SARC die dus mij gaan vertellen wat er gaat gebeuren. Stel je maar even voor. Ja, ik ben Robert Haan. Robert Haan en Dave Boetius, de heren die mij gaan vertellen wat er allemaal gaat gebeuren als het gaat om de Savannah Rally. Jullie zijn hoofduitzetters. Vorig jaar hebben jullie gewonnen. Was het een moeilijke job om dat van het jaar te doen? Want de eerste hebben jullie gedaan in 2013. Klopt, Robert? Ja, klopt. Moeilijke job, het was weer een uitdagende job. Tweede keer is niet per definitie makkelijker. We hebben natuurlijk weer hulp gehad van een ervaren team, hetzelfde team. Mm-hmm. Hebben we weer zover gekregen om ons te helpen dit jaar, gelukkig. Dus ook dank aan hun. Aangevuld met wat vers bloed. En ja, gezamenlijk weer de klus geklaard. En we zijn bijna zover om volgende week weer van start te gaan. Oké, Dave, hoe lastig is het eigenlijk om, terwijl je uitzet en terwijl je alles voorbereidt voor dit jaar, te horen dat het ingekort wordt met 1 dag? Nou, het is, op zich was het niet een besluit dat van de een op de andere dag is genomen. Mm-hmm. De planning was altijd al gewoon een 4-daagse rally te doen. Halverwege de voorbereidingen waren er wat technische zaken en dan gaat het om gebieden die je wil aandoen en de opzet van de rally. Uiteindelijk hebben we toen besloten gezamenlijk om de opzet van de rally te veranderen. We moesten het om allerlei zaken de rally inkorten met 1 dag en is besloten dus om vrijdag te starten in de avond en dan in plaats van maandag overdag te finishen, zondag in de middag, maar dan in de savanne te finishen. Robert, in de savanne finishen, dat klinkt niet als hoe men gewend is. Men is gewend finishen in de stad, want ja, je rijdt van de savanne terug in de stad. Waarom?
Nou, ik denk, Dave legt daar uit, we moesten de opzet veranderen, we moesten van 4 naar 3. Maar het zou toch ook daar kunnen, als hoe jullie gewend zijn? Want ja, we hebben, het gaat over het inkorten, dat is iets op zich. Juist. Maar het finish zelf is altijd geweest in de savanne. Ja, waarom in de stad? Ja, dus daar kom ik. Daar kom ik we willen natuurlijk voor de, het is een savanne rally. Dus je wil, als je gaat snijden in de ritten, wil je niet in de savanne ritten gaan snijden. Dus toch zoveel mogelijk savanne voor de rijders. Die ritten intact houden om het oprecht nog een savanne rally te kunnen noemen. Wat we wel gedaan hebben is we zorgen ervoor dat er de laatste dag natuurlijk en genoeg activiteit is voor de rijders zelf, maar ook voor degenen die geïnteresseerd zijn, familie, vrienden die met ons komen gezellig nagenieten van de rally. We zorgen ook voor slaapgelegenheid. Voor het geval dat er mensen zijn die inderdaad na een enerverende savanne rally niet nog die lange weg naar de stad terug willen. Vanwege een stukje vermoeidheid misschien? Een stukje vermoeidheid. Als het erg gezellig wordt, dan wil je niet nog rijden naar, naar de stad. Het is druk als het later wordt op de weg. Dus vandaar dat we ook daaraan gedacht hebben en gezegd van wij zorgen voor slaapgelegenheid. Er is dan de volgende dag geen rally, maar wel rallygezelligheid. Klopt. Dave, vind je dat met het inkorten hier van de Savanna Rally in boet aan misschien alles? Nee, het was namelijk zo dat voorheen was het altijd een 3-daagse rally. En dan was het 1 keer in de 5 jaar was het een 4-daagse rally. Maar 12 jaar terug, samen met de sponsoren toen der tijd, is besloten om het permanent een 4-daagse rally van te maken. En dat hebben we de afgelopen 12 jaar gehad. Dus op zich, de ouderen onder ons, die zeggen van, oh, we hebben het altijd zo gekend, dat van de 4 dagen komt extra. En met name dat de start groter werd en de zaken om de rally heen. Wat voor ons belangrijk was, oké, we gaan het inkorten, maar we moeten niet in aan de hoeveelheden savannas die we aandoen en de tijd die we in de savanna besteden. Stadsrally doen we vaker per jaar. Dus we zeiden, vaak is het laatste traject is eindig, gewoon de stadsrally naar de stad toe. En we zeiden van we eindigen gewoon zondagmiddag, zodat we gewoon de savanna's maximaal benutten. Ja, helemaal afmaken wat eigenlijk gepland is. Hè? Ja. Robert, is het moeilijk om aan te geven, ik snap dat het misschien ergens wel is, maar doen jullie nieuwe gebieden erbij als het gaat om savanne? Nou, precies, hoef je niet aan te geven, maar zijn er nieuwe gebieden? Laat me direct zeggen, Het zullen geen gebieden zijn waar, laten we zeggen, niemand ooit gekomen is. Ik denk wel dat het voor een heleboel rijders gebieden zijn die ze nog nooit hebben aangedaan. Dus voor de oude rijders, die zijn op zoveel, in zoveel gebieden al geweest. Het is moeilijk om nog hele nieuwe gebieden te ontdekken en te exploren. Maar we zorgen er wel voor dat we rallies aandoen die er nu weer maagdelijk uitzagen. Met andere woorden, zijn lang niet gebruikt. En ook al zijn het gebieden die we vaker gebruiken, de ritten die zijn dusdanig gevarieerd dat het wel een hele nieuwe rally wordt. Wat voor soort rally mogen de rallyrijders verwachten, Dave? Ja. Ik denk dat, als zeg ik het zelf, we zijn wel trots op de rally die er staat. We denken dat we een heel avontuurlijke rally voor de rijders hebben uitgezet. Ook bij het narijden, dan begin je gevoel te krijgen wat voor rally is het. En ook de narijders zeggen van het is wel gebalanceerd. We hebben natuurlijk gebieden waar het verschil wordt gemaakt, trajecten. Maar ook gebieden waar mensen wat meer hun bering weer kunnen krijgen, om het zomaar te zeggen, en misschien wat meer van de omgeving kunnen genieten. Dus uiteindelijk denk ik dat we een gebalanceerde rally kunnen presenteren. Robert, nu is het zo dat we de afgelopen tijd heel veel droog weer hebben gehad en ineens vanmiddag weer wat regen. Dus je kunt het op een gegeven moment echt ook helemaal niet meer peilen. Maar waarop hopen jullie als uitzetters? Dat het zo blijft als het nu is. Waarom? Het mag droog blijven, dit is voorspelbaar. In ieder geval, dit kunnen we managen. Maar waarom?
Nou, laten we zeggen, het andere hebben we gehad. Mm-hmm. 2 jaar geleden hebben we ook uitgezet en toen hebben we het andere extreem gehad en het was erg nat, was erg gezellig. Was die adventure niet daarin? Ja, geweldig, erg gezellig, de rijders hebben genoten, maar dat hebben we gehad. We willen nu wat anders. Okay. Dat we meer gebieden kunnen aandoen, niet op het laatste moment hoeven om te leggen wat we al maanden hebben uitgezet. Oké, het droge brengt heel veel stof met zich mee. En dan denk ik aan een stukje veiligheid. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, nou in de eerste plaats proberen wij, stof heb je met name bij laterietwegen. Mm-hmm. Dus die vermijden we zoveel als mogelijk. Okay. Voor de rally is het niet aantrekkelijk, want je hebt totaal geen zicht en het is, maakt het onveilig. Dus als we op een laterietweg rijden, dan is het vaak een niet-rally technische rally. Dan zeggen we, dit stukje is vrij, want, zodat mensen zich meer kunnen focussen op het rijden zelf. En vaak zijn het kleine stukjes om van savanna A naar savanna B te gaan. Mm-hmm. Ik denk dat het grootste gevaar is bij droogte, het zicht, stof. Maar voor de rest in de savanna is het juist leuker. Mulzand, vastzitten, het adventure. Mm-hmm. Met betrekking tot het inschrijven, Robert, hoe staat het daarmee? Tot wanneer is men in de gelegenheid? Want morgen hebben jullie eigenlijk al een teach-in, toch? Ja, morgen is de teach-in. De inschrijving is geopend tot donderdag 5 november. We willen iedereen stimuleren om toch morgen nog, nog in te schrijven, omdat je dan meedoet met de loting. Iedereen die daarna inschrijft, die sluit dan achteraan eigenlijk. Ja. De exacte aantallen hebben we nu niet. Ik denk dat we rond de 60 nu zitten. En wat is jullie streven? Het streven is tussen de 80 en de 90. Ja. En wat eigenlijk het doorgaanse is. Hè? Dat is het eigenlijk wat we gewend zijn. Ja, precies. En de inschrijving kan nog steeds bij Inspire? Ja. Waarom Inspire moet je voldoen om je in te schrijven, Dave? Ja, je moet... Je kan je inschrijven met z'n tweetjes, een rijder en navigator. Maar je kunt je ook inschrijven als je met een grotere groep bent. Dan doe je in de tourklasse mee. Dus de eerste, stel je team samen. Tweede is natuurlijk een goede auto. Heel veel mensen rijden met een hobbyauto, maar dan is de kans groot dat je wat gaat sleutelen in de savanna. Dat is altijd jammer. En verder goede uithoudingsvermogen. En, jullie kijken er elke keer weer naar uit. Ik zei het al, 2013 is de eerste grote geweest voor jullie. Hopelijk is deze ook een succes als die. En ik wens jullie heel veel succes toe. Laat het weten wanneer is de uitslag. Dan weten de mensen dat ook gelijk. Ja, dus de rally is van vrijdag 6 tot zondag 8 november. Ja. Waarbij we dus ook zondag de overnachting hebben. En de uitslag is al op dinsdag 10 november. Oké, en de start heel in het kort, Robert. Is er entertainment voor de hele familie? Ja, dus we nodigen iedereen weer uit om naar het plein te komen. Vanaf Iveruithoofd, vanaf 7 uur zijn de activiteiten. Ja. Het wordt weer gezelligheid. Nou, succes morgenavond bij de teach-in. En ook succes met de hele rally toegewenst. En we zien jullie dan weer bij de uitslag. Ja. En hopelijk wordt het een vruchtbare. Doet u dan ook mee vrijdag aanstaande op het Onafhankelijkheidsplein. U bent alle van harte welkom, zoals Robert dat zei, vanaf 7 uur 's avonds. De rally is ingekort. Het zijn niet meer 3 dagen, maar gewoon voor het weekend van 6 tot 8. Nou weet, ik vond het fantastisch om je vandaag erbij te hebben. Dankjewel voor je deskundigheid. Graag gedaan. En sluit het weekend heel goed af. Dank je. U ook natuurlijk. Bedankt voor uw aandacht. Sluit het weekend heel goed af. En ik wens u toe een sportieve werkweek. Blijft u door kijken naar de reguliere uitzending van SCCN TV. En als alles goed zit, zien we elkaar de volgende week zondag weer bij een gloednieuwe episode van QN Studio Sport. Een fijne avond toegewenst aan u allen. Goedenavond.